Leuk dat je kijkt. Zoals jullie weten, of misschien nog niet, zijn wij ambassadeur en groot fan van Bukas. Wij hebben weer twee mooie dozen binnengekregen en die ga ik vandaag met jullie openmaken. Het zijn zware, grote dozen, dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal in zit. Ik heb een mesje bij me om open te snijden. Ik ben best gevaarlijk met een mes, dus het kan zomaar zijn dat dat helemaal misgaat. Ah, kijk, dat gaat hartstikke makkelijk. Ik zie al iets bovenin liggen, waar ik heel blij van ga worden. Kijk, daar is die. Hier hebben wij de therapiedeken. Die kun je altijd herkennen bij ons aan het oranje streepje. Wat is er zo speciaal aan dit deken? Deze heeft aan de binnenkant de therapiestof om te zorgen dat je paard zijn spieren extra doorbloed worden, waardoor zowel na de training het melkzuur, dus de spierpijn, makkelijk kan worden afgevloeid, maar ook voor de training juist de spieren alvast extra doorbloed kunnen worden, waardoor ze natuurlijk extra goed aan de training kunnen beginnen. Wij hebben de light versie, dus dat betekent dat dit niet dicht is, maar een soort, ik weet niet of je het ziet, vliegenstof is. Zodat we ze eigenlijk het hele jaar door kunnen gebruiken. In de winter als het koud is, doen we er dan een zomerdekentje bovenop. En in de zomer kunnen ze ze gewoon zo op en zijn ze niet te warm, omdat dit de gazen stof is. Van deze superdeken hebben we er weer twee bij besteld, omdat we heel veel resultaat merken van de deken. Dit is de cooler, denk ik. Hier is de volgende deken. Dit is ook echt een topdeken. Van deze word ik echt heel blij. Dit is een zweedeken, maar ze noemen hem de cooler. Dit is de power cooler. Wat is er zo fijn aan deze deken? Vaak als je een zweedeken omdoet, gaan de paarden best wel heel erg nazweten. Deze is zeker heel fijn als het wat warmer is, maar je hebt wel eens van die dagen. Dan is het eigenlijk te warm voor een zweedeken, maar staat er net zo'n guur windje dat je denkt... Eigenlijk om de spieren te beschermen moet hij even een dekentje om. De steekdraaistof helpt om de warmte snel weg te raken, maar laat eigenlijk geen warmte toe. Deze stof heeft aan de binnenkant de steekdraaistof, waardoor heel makkelijk de warmte naar buiten kan, maar er geen warmte naar binnen toe komt. Dus echt het paard alleen de warmte kwijtraakt. Het is ook, ja, dat kun je natuurlijk niet voelen, maar als je deken vast hebt, is het ook echt een koele deken. Dit zijn dadelijk voor de winter de power turnouts. Deze dekens kunnen de paarden op van plus 15 tot min 15 graden. Dus dit zijn eigenlijk de dekens waar bij ons de paarden van de herfst tot aan de lente in staan. Zodra ze 's nachts het koud wordt, dus onder de 15 graden, krijgen ze deze deken om. En ook op de dagen dat het heel koud is, dadelijk van de winter, kunnen ze deze ook gewoon ophouden. Want eigenlijk in Nederland wordt het nooit onder de 15 graden. Dan hier hebben wij twee dekjes. Oh, deze zijn wel echt vet cool. Dit zijn de dekjes om mee te rijden. We hebben al de witte dekjes van Bukas en nu dus ook de gewone dekjes. Wat heel fijn is aan de dekjes is dat het een stevige stof is en dat ze dun zijn. Hier mooi in de schoft omhoog lopen en er zit een mooie zilveren bies in. Ik vind het echt mooie dekjes. Nice. Nou, die ander is... hetzelfde. Dat was al doosje 1. Mag ik weer met het mes? Wat is dit? Bukas Kilt. Deken. Deze deken ken ik nooit. Ik ben even op zoek naar de ingang. Quilt. Dit is de Bukas Quilt. Oh. Zo, die is lekker zacht. Dit is een mooie staldeken. En die heeft een hele zachte stof aan de binnenkant. Een mooie gladde buitenkant. Dus waar eigenlijk dan niet veel stro en zo aan blijft hangen. We hebben voor onze eigen paarden de power turnouts, maar we hebben natuurlijk ook best wel veel paarden in training staan. Hier zit ook de steekdraaistof in, dus waarvoor zorgt dat ze het niet te warm krijgen en niet gaan zweten. Maar waar je ze ook bijvoorbeeld na het afspuiten onder zou kunnen zetten, omdat de steekdraaistof erin zit, het zweet eruit kan
En ze daardoor, ja, het is eigenlijk een warme, maar wel hele luchtige deken. We hebben vorig jaar voor het eerst de paarden met de Power Turnout geprobeerd. Daar zijn we heel erg fan van. Het zijn best wel kostbare dekens. En we hebben best veel paarden ook in training of voor het verkoop staan. Dus hebben we dit jaar ook de Bukas Quilt dekens erbij gekocht. Om te proberen of die ook mooi op de paarden blijven liggen. En of de paarden het daar goed onder doen. Ik ben echt heel benieuwd, want het voelt als hele mooie, lekkere, stevige dekens. En daar hebben we er twee van. En dan is deze doos ook leeg. Jullie heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! En heb je natuurlijk vragen over Bukas, kun je dat ook altijd aan ons stellen hieronder.